Hallo allemaal, mijn naam is Peter, dit is Motortest TV en welkom bij een nieuwe video. En vandaag ga ik jullie wat leuks laten zien. Je kan het daar al een beetje zien, blaadjes zijn van de bomen. En de meeste van ons die zijn wel zo'n beetje klaar met motorrijden nu. Er zijn natuurlijk een aantal diehards die wel lekker doorgaan. Alleen maar respect voor jullie. Ik hoor bij de mensen die de motor in principe gewoon stilzet in de winter. Ik stal mijn motor, zoals je hier een beetje kunt zien, onder een afdak. Dus niet helemaal binnen, niet helemaal buiten. Zoals jullie misschien weten heb ik natuurlijk een prachtige mooie nieuwe Ducati gekocht dit jaar. Ja, en daar ben ik wel zuinig op. Dus die heb ik netjes schoongemaakt, weggezet. En dat heb ik onder een hoes gedaan. En in dit geval is dat de hoes van DS Covers. En de hoes van DS Covers, daar wil ik toch even over gezegd hebben. Ja, ik heb deze van hun gekregen, maar verder krijg ik niet betaald voor deze video. Maar DS Covers, bedrijf uit Apeldoorn, bedrijf uit Nederland, nou, dat vind ik altijd top. Die hebben een hele fantastische mooie line-up met hoezen. Nou, er zijn natuurlijk veel meer hoezenleveranciers in deze wereld, maar ga even kijken bij hun op de website, want wat hebben zij? Ze hebben een fantastische maatmatrix ervoor. Dus dat betekent dat je echt op type motor kunt gaan zoeken en dan krijg je daar eigenlijk de perfect geadviseerde motorhoes bij. Dus dat betekent dat je die ook heel goed online kunt kopen. Wil je hem toch liever even voelen, ruiken, doe hem maar op. Volgens mij ligt bijna bij elke dealer van Nederland liggen wel DS hoezen. Zowel binnenhoezen, buitenhoezen, ze maken fietshoezen, ze maken autohoezen, ze maken scooterhoezen, ze maken fietstashoezen. Kortom, een absolute hoezenspecialist. Nou, wat ik jullie nu eigenlijk wil laten zien is niet hoe je de hoes erom doet, maar wat het resultaat is als die een tijdje heeft gestaan. Nou, zoals je in de detailshots kan zien, zit de hoes dus erg mooi om de motor en ligt aan de bovenkant ligt het helemaal vol met stof. En kijk even op de grond hier. Dit zijn de mensen van de gemeente hier in Apeldoorn, dus ik hoop eerlijk gezegd dat het meevalt. Maar die hebben dus hier achter de gemeentetuin gesnoeid en lekker met hun bladblazer alles mijn tuin in geblazen. En zo waarschijnlijk ook onder mijn hoes. Dikke vette pech. Dus de motorhoes die ik heb is de Flex motorhoes. Het is officieel een binnenhoes. Maar dit is zo'n half binnen, half buiten situatie. En waarom kies ik dan toch voor de binnenhoes en niet voor de buitenhoes? Nou, hij staat hier vorstvrij, hij staat hier uit de regen. En die zijn gewoon net wat makkelijker, wat flexibeler om erop te doen. En ook wat makkelijker om weer op te bergen. Dus die steken we even in de kontzak. En dan gaan we dus kijken of de hoes, ondanks de gemeente-klojo's, goed gewerkt heeft. Nou, zoals je ziet en wat je op de details ziet, mooi onderin. Lekker wijd, om de stepjes heen. Omhoog. En oh, dat staat daar een mooie schone motor. Nou, en dat is alles wat je hoeft te doen om die motor schoon te houden nadat je hem dus gewassen hebt. Nou, even uitkloppen. En zo. En even iets doen wat op opvouwen lijkt. Nou, dat lijkt dit wel. Hoes erbij. De hoes voor de hoes, dus de hoes heeft ook een hoes. In dit geval van hetzelfde materiaal gemaakt. Huppakee. En één motorhoes. Dus de meeste video's die je bij DS Covers, ga zeker even op de site kijken, want we hebben echt een mooie site. Het zijn de filmpjes hoe je ze er om doet. Dit is dus een filmpje hoe je hem eraf doet. En kijk even mee. Ondanks dat dus de gemeente zwaar met bladblazers hier van alles heeft opstaan, blazen, is die toch mooi schoon gebleven. Dus eigenlijk een betere test voor de hoes hebben we niet kunnen doen. Dus, ben je geïnteresseerd in een motorhoes? Ga even kijken bij DS Covers. Dit was in ieder geval, dit wilde ik even met jullie delen, want ik ben heel blij hiermee. En misschien word jij er ook wel blij van. Dus dit was de video voor deze week. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Zet een duimpje onder de film. Je helpt me ook enorm als je abonneert op het kanaal. Kan ik wat groeien? Kan ik meer leuke content voor jullie maken? En als ik weer leuke gadgets uitgetest heb, kan ik die lekker aan jullie laten zien en laten weten wat ik ervan vind. Nou, een hoes is niet zo ingewikkeld. Een hoes doet het gewoon. Maar het is wel een hele goede hoes. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.